opzichte van vroeger? Nou, wat ik wel aardig vond, er werd aangekondigd vanavond dat het over crisis zou gaan. En of we met meer crisis te maken hebben. En toen was de reactie van een aantal mensen eronder. Ja, en de overheid doet helemaal niks. Ja. En daar heb ik een fotootje van gemaakt. Want de overheid doet juist veel meer dan vroeger. En het gevoel is anders. Nou, het tragische dus, en ik ben dus teruggegaan in de geschiedenis om te kijken of dat zo is. Was het vroeger erger, deed de overheid, doet de overheid nu veel minder. Maar het is natuurlijk precies omgekeerd. De overheid deed vroeger helemaal niets. En als je begint met de geschiedenis van crisisbeheersing, crisisbestrijding, compensatie, uitkeringen, prijsplafonds, dat is allemaal iets van de 20e eeuw. Maar dan is het toch iets heel geks, Beatrice. Jij zegt, jij constateert dat, je hebt dat uitgerekend. Dat zijn de feiten. De overheid doet meer dan vroeger. Dat is gestegen. Wat dramatisch daalt, is het vertrouwen in diezelfde overheid. Nou, dat is toch wel raar. Nou, het is een soort drama-driehoek. Hè? Op het moment dat je je als slachtoffer voelt, ga je op zoek naar een dader. Dan is er iemand die jou komt helpen, maar die krijgt daar ook de schuld van.